Sander! Weet je niet verder? Nou, ik vind het heel goed. Mijn vrouw weet precies wat de bedoeling is. Ik zeg eigenlijk, het is een expositie. Er is een krasproject met kinderen. En het is een gezellig samen zijn. Want de opening was gewoon grandioos. En we hebben er echt van genoten. En wat zou meer de bedoeling zijn? Dat we ook hier aan het werk gaan. En het is een tijdelijke expositie. Tijdelijke expositie werkplaats, zou ik zeggen. En we willen graag verkopen. En we moeten zeggen, dat is vanmiddag redelijk goed gelukt. We mogen van tevredenheid spreken over het resultaat. We hebben er 4 maanden aan gewerkt. We zijn in januari begonnen. En dit is dan het resultaat. We werken hier ook voornamelijk met kinderen met een beperking. Die komen op de maandag en de woensdag in groepjes van 5. En die gaan dan samen met mij een krasproject doen. Dan gaan we ieder kind krijgt een halve minuut om te krassen. En als dat halve minuut om is, wordt de tekening doorgeschoven. En een ander kind ga je dan krassen op de tekening van de eerste krasser. En dat moet uiteindelijk dan weer samenkomen. Dat de beginner dan uiteindelijk de 5 tekeningen heeft. En dan gaan ze daarop een vrije tekening maken met markers. Ja, mijn werk daar maak ik inderdaad best wel veel reclame voor. Omdat ik het ook wel belangrijk vind dat mensen die een beperking hebben, ook gewoon mee kunnen doen. Dus wij geven ook les aan kinderen. Ik weet niet of Dennis dat heeft aangegeven. Ja, die heeft dat allemaal verteld. Ja, ja dit is ook voor de groep die wat moeilijker mee kan. Dus het is gewoon een heel maatschappelijk gebeuren. En de gemeente is je daarbij betrokken. Een aantal andere instanties om gewoon die doelgroep die het wat minder kan. Ja, we krijgen van de gemeente hulp, we krijgen van bedrijven hulp. We hebben zoveel vrienden, die bieden hun hulp aan. Het is gewoon fantastisch, echt fantastisch. Mooi, dank je. Hoe lang kun je in dit pand nog blijven? We hebben dit pand voor een maand. Maar we zitten te bedenken, maar moeten we nog vragen of we nog mogen verlengen nog een maand. Maar dat is nog een verrassing, dat weet ik niet.